Journalist Jan Antonissen ontmoette het slachtoffer enkele dagen geleden. Volgende week brengt hij het verhaal van de misbruikte vrouw in Humo. Het is een vrouw van rond de 60 die in haar leven langdurig is misbruikt. Van haar 16e tot haar 24e, als ik het goed heb. En van wie achteraf ook is gebleken dat de dader, degene die haar jarenlang heeft misbruikt, ook haar vader was. En die vader was een geestelijke, was een priester uit het bisdom Brugge. Voormalig bisschop van Geluwe kreeg in de jaren 90 al bezoek van de vrouw. Ze wou erkend worden als slachtoffer, maar ze kreeg enkel regelmatig geld toegestopt van de priester die haar misbruikte. Een jaar of 5 geleden is die priester op hoge leeftijd gestorven. En vanaf dan zijn er ook af en toe enveloppes en kaartjes gekomen vanwege de bisschop van Brugge, de toenmalige bisschop, Roger van Geluwe. Die haar af en toe 50 of 100 euro opstuurde. Op 6 april stort Roger van Geluwe 75 euro op de rekening van het slachtoffer met als boodschap zalig Pasen. Dat is 2 weken voor Van Geluwe moet ontslag nemen. Maar ook dan stopt het niet. Toen Van Geluwe al ondergebracht was in de abdij van West-Vleteren, op 11 mei heeft hij vanuit West-Vleteren nog eens 50 euro gestort aan het slachtoffer. Toen Van Geluwe enkele dagen geleden te weten kwam dat Humo dit verhaal zou brengen, belde hij naar het slachtoffer. Hij heeft ze uitgemaakt voor het vuil van de straat. Om welke reden? Ja, dat het geen pas gaf om die dingen bloot te geven.